Hi, welkom terug bij mijn kanaal. Ik klink een beetje duf en dat komt omdat ik net wakker ben. Dat dus. ik heb het heel zwaar. Qua uit mijn bed komen. Er is afgelopen weekend en week schaatsen geweest. Maar dat is in het buitenland, dus dat is Calgary. En dat ben ik fan van schaatsen. Vind ik leuk om te kijken. Dat is vanuit mijn jeugd. Dus zien we iedere keer om 1 uur nog aan het schaatsen kijken. Maar goed. De Essence nieuwe producten. Dit is de Magic Filter Glow Booster. In de kleur 1. Ik ga er niet heel veel van doen, want we gaan gewoon ook de nieuwe foundation gebruiken. Dus ik denk dat ik gewoon zo wat dotjes doe. Dan pak ik mijn Boosy UP04. En dan doe ik het even zo. Voornamelijk hier bij de wangen en bij het voorhoofd. Ik heb al concealer en primer op. Dat is natuurlijk andersom. Het geeft een beetje glow. Hij is lang niet zo goed als die van Catrice. Maar het is een kleine verpakking, dus dat maak ik wel op. Dan heb ik de Skin Tint. De Essence Skin Tint. Ik heb een nieuwe bril. Er zit nog een stickertje op. Hydrating Natural Finish. Light to Medium Coverage met SPF 30. Dit is de kleur 10. En wat zeggen ze? Hydrating Foundation with Aloe Vera and Hyaluronic Acid. Buildable light to medium coverage. Lightweight and long wear comfort. Does not clog pores. No alcohol or fragrance. Oh, staat er ook op in het Nederlands. Oh, oké. Eerste product is water. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb hem al een keer gedragen. En hij is echt prima. Hij is lekker dun. Dit is de kleur 10. Kijk even, want volgens mij zijn de kleuren niet overal hetzelfde die je kan krijgen. Ik dip even mijn kwast erin en dan ga ik het gewoon met lichte streepjes in eerste instantie aanbrengen. En een beetje stippelen her en der. Ik heb hem 1 keer een hele dag gedragen. En ik moet zeggen, toen zat hij aan het einde van de dag echt nog heel mooi erop. Het voelt inderdaad gewoon als water op je gezicht. Je voelt het niet zitten. Ik ben normaal niet een hele grote fan van Essence basisproducten. Je hebt een haar in mijn neus. Maar deze echt wel de. Voor foundation had ik beloofd om er even aandacht aan te besteden. Heb ik of deze. Dit is een vrij dikke, stevige kwast. Zie je dit? Vergeleken met. Dit is de verkeerde. Vergeleken met zo'n kwast. Zie je? Dit is fluffy en dit is stevig.
Ik gebruik zo een, of een spons natuurlijk, of een stippling brush. Dat zijn deze, met die hebben zwart en dan wit aan de bovenkant. Dit is ook heel goed. Dit is voornamelijk voor de skin tints en zo gebruik ik die. En dan voor bron, deze, ik heb ook zo'n soort stippling ding voor blush. En ik wil ook nog wel eens, om blush helemaal uit te blenden, deze gebruiken. Die is niet zo fluffy als die andere die ik liet zien, maar die is ook niet zo stevig als deze. Maar wel steviger. En wat je ook heel goed kan gebruiken voor cream en blush is deze. Dit is de... Dit is ook een foundation kwast. Dit is de Real Techniques Expert Face Brush. Die is ook heel goed. Daar kun je mee contouren, blushen, van alles. Stippelen. Heel klein beetje. Ik heb het eerst verdeeld en dan stippel ik het, zeg maar, erin. Ja, er zat geen poeder bij, of in ieder geval niet een poeder die ik kan gebruiken. Dus ik ga even mijn onderogen met mijn Pat McGrath doen. Zo. De rest nog niet, want we hebben heel veel vloeibare producten. Geen bronzer. Dus ik gebruik de Baby Cut Blush. En dan gebruik ik deze. En die is ook zo een beetje fluffy, maar steviger. Wat ik fijn vind hiervan, en dat doe ik niet met alle stickproducten, maar met deze kan dat, is dat je gewoon klaar. Niet te stevig als je het wil uitfluffen zoals dit. Zeg maar, niet zo fluffy als een poederkwast, maar fluffy en stevig. Het is ook een beetje trial and error, hè? Je moet het ook een beetje gewoon vinden. Dan heb ik de nieuwe Baby Got Blush. Liquid Blush. En dit is de kleur Coral Crush. Maar we hebben ook deze Baby Got Blush. In de kleur Peaches and Cream. Dit is hun trektop en dan moet je deze open doen. Zo. En dan komt het product uit de onderkant. Maar pas op, want het, ach, jeuk. Het is nogal veel. Er komt echt uit het midden. Dit is de kleur. Ik wil even kijken of ze op elkaar lijken gewoon. Oh nee, kijk. Deze is veel rozer. Dat is de stick. Die is veel rozer voor mijn gevoel.
Ja. Voor pietjes en even mijn afstand schoonmaken, dan zit ik straks helemaal onder. Oké. Dan gebruik ik de ene die ik net liet zien. Deze heb ik ooit een keer bij de Action gekocht. Fluffy en stevig. En dan knijp je een klein beetje. Voorzichtig, want het komt niet in het pufje eruit. Het komt gewoon... bij deze zit er aan de binnenkant een gaatje, zeg maar, waar het uitkomt. Het is wel gewoon een hele mooie blush. Daar heb ik ook van de... Ik kan beter mijn bril ophouden, maar daar kan ik niks zien van. Ja. De Baby Got Glow Liquid Highlighter. En dit is de kleur 10 Sassy in Silk. Dit was de kleur 40 Coral Crush. Dit is Sassy in Silk. Dit is ook zo'n draaisysteem. Het is een hele mooie highlighter. Niet vergeten weer dicht te draaien. Dan haal je product goed. Highlights doe ik met een... dit is een kwast van... Real Techniques, schuin afgesneden, maar die brengt lichte lagen aan. Ik ben op zich niet een heel groot highlight fenomeen, zeg maar. Er zit een haar voor mijn ogen, ken je dat? Dan ga ik even afpoederen, want dit zijn alle liquid producten die we hebben. Ik heb natuurlijk nog wel ook de poeder highlighter hier. Nou, wat is dit? Een beetje vaag. Ik ga even afpoederen, dat doe ik met mijn IRL filterpoeder van... Revolution. Die maakt het goed mat, maar laat geen kleur achter. Maar deze zet het wel goed. Oké, je ziet de blush en de bronzer er nog steeds doorheen. Ik ben niet het type wat dan ook nog poederproducten gaat doen. Het was geen nieuw wenkbrauwpotlood, dus ik gebruik een oude van Essence. Dit is de Brow Powder and Divine Pen. Zo. En dan doe ik een heel klein beetje met de poeder
om het staartje te fixeren. Even uit. Dit is een beetje donker geworden, hè? Even met een. In de echt is het veel minder donker, als ik heel eerlijk ben. Even met een spoelie. Zo. Goed. Er waren ook geen. Ja, weet ik niet eigenlijk of ze oogschaduws waren. Dus ik heb de Essence Blend and Line. Dit zag ik. Bij iemand. Gewoon. Met de vinger. Om een klein stukje te blenden. Gewoon een heel klein beetje definitie aan de ogen. Goed. Dan hebben we nog twee producten. Drie eigenlijk. Ik heb nog de Essence Blush Crush in Creamy Latte. Heet het zo? Kleur 10, Caramel Latte. Dit lijkt echt heel donker. Ze lijken op de gewone blushjes. Deze is zo mooi en zo'n fijne blush. Die heb ik al regelmatig gebruikt sinds ik hem heb. Ja, goed. De lippen. Er was geen nieuwe lippotlood, tenminste niet één die ik doe. Dus ik heb nu de Essence Eat Our Matte Comfort Liner in de kleur 02 Silky Hazelnut. Wat ik doe. Moet je zelf weten natuurlijk. Maar ik wil het overlijnen. Je kan over je lip heen gaan. Wat ik altijd doe is op de liplijn. Maar niet aan de binnenkant. Kijk, nu zit hij aan de binnenkant. En dan doe ik... Een heel klein beetje dat het er nog wel natuurlijk uitziet, maar dat je net even die paar millimeter pikt. Dus ik lijn eerst gewoon mijn liplijn op, niet aan de binnenkant, maar op de liplijn. En dan maak ik dat wat dikker naar buiten. En het kan nog meer, want ik zie dat ik nog steeds... Ik doe er wel een keer een echte video over. De Slim Stick van Essence. De 6 Hour Long Lasting Lipstick in de kleur 101 Chocolic. Dat is deze. Is een hele fijne lipstick. Maar heel creamy. Heel gepigmenteerd. Dus rustig aan.
Je hoeft niet te veel te drukken. Dit is het. De eerste keer dat ik hem gebruikte, gaf ik veel kracht. En dan krijg je echt zo glunk, weet je wel. Dat is niet nodig. Dit is alles. Ik heb ook nog wel een lipgloss hoor. Dat is de Super Balm. Maar die bewaren we voor een andere keer. Dit is alles. Heel lichtjes. Je gaat gewoon heel lichtjes. Echt. Eroverheen. En je hebt gewoon pigment. Het is super creamy. Super gepigmenteerd. Dus kijk uit als je hem gebruikt. Want het ziet er gauw... ja, dan krijg je echt zo'n laag lippenstift, zeg maar. Met stukjes ook. Deze voelt heel goed. Is, ik zou zeggen, een beetje zetten. Niet heel mat droog, maar ook niet glanzend. En hij draagt echt heel goed, zelfs bij mij. En long-lasting dingen blijven bij mij echt niet zitten. Ik zie nu wel dat ik een klein beetje nog in het midden wil. Want daar sluit het snelste. Slijt het snelste. Oké, volgende product. Is de Essence Call Me Queen Dramatic False Lash Effect? Nee. Niet doen. Nee. Ik heb deze gedragen. En toen zat ik hier za. En ik heb verder... Ik heb een enorme blauwe plek. Ik heb ook geen idee waarvan. Toen ging ik mijn make-up afhalen. En ik ben niet iemand die dat 17 keer per dag checkt in de... spiegel. Het had ik helemaal zwarte kringen en spikkeltjes. Dus hij smudged bij mij en hij flaked, zo noemen ze dat. Dus ik gebruik de Lash Without Limits. Die doet dat niet. En deze vind ik echt prima. Nog een klein beetje bij doen. Ja, ik weet niet. Die andere had ook... ik zal het laten zien. Zo. Het is een heel spiky borsteltje. Maar is niet mijn favoriet. Maar er viel wel mee te werken hoor. Het smutst alleen bij mij. Dus nee. Maar ik zou zeggen probeer het. En als het bij jou niet smutst. Dan zou ik het gewoon gebruiken. Ik ben een fan van de Lash Without Limits. Heet het zo?
Ja, Lash Without Limits. Zowel de zwarte als de bruine gebruik ik regelmatig. Dan doe ik even een fixing spray op, ook om het poederige. Te laten verdwijnen. En dan hebben wij een bijna full face essence, de nieuwe producten. Wat vinden jullie ervan? Oh mijn god. Oh mijn god. Echt, dat kan alleen ik natuurlijk doen. Heb ik eerst mijn mascara gedaan en toen de fixing spray. Oh, gelukkig weg. Wat vinden we ervan? Ja, weet je, het is make-up. Als je eruit wil zien alsof je geen make-up op hebt, moet je geen make-up op doen. Want je ziet het zo goed als altijd. Daarom draag je make-up. Ik hou van de clean girl aesthetic, hè. Dat... Maar het is make-up. Je ziet het. En dan is dit nog naturel, alleen... Hij voelt hier wat zwaar. Zo rond mijn neus en mijn bovenlip heb ik de meeste structuur en mijn kin. En daar oogt hij hem wat zwaar. En heel shiny, terwijl ik hier toch niet het shiny product heb gedaan. Maar goed. Bedankt voor het kijken. Laat een bericht achter. Duimpje omhoog en subscribe. En dan zie ik jullie graag bij de volgende keer.